Ik ben Jan Habraken. Ik ben een ontwerper uit Eindhoven en woon nu in New York. Ik heb hier mijn ontwerpstudio in Manhattan, in NoHo. Bij de academie in Eindhoven ben ik opgeleid als ontwerper en in eigenlijk de breedste zin van het woord. En dat doen we eigenlijk hier nu nog steeds. Van interieurprojecten tot kleine productjes, meubelen. Eigenlijk alles behalve auto's en kleding. Ik werk heel veel voor Kikkerland. Kikkerland, zoals ze vaak zeggen. Dat is een half Amerikaans, half Nederlands bedrijf. Ontzettend groot cadeauartikelenmerk hier in Amerika. En uiteindelijk sinds een paar jaar ook eigenlijk heel groot in Nederland. En wat mensen thuis misschien zelfs zou kunnen herkennen. Maar dit is eigenlijk een beetje onze wall of fame. Van producten die wij in de afgelopen jaren gemaakt hebben, ontworpen hebben. Waaronder een Uil Kitchen Timer. Er zijn er een paar miljoen van verkocht inmiddels. Samen met andere Uil producten. Een simpele lens case voor contact lenses. Nou ja, ook nog meer dan deze zijn deze verkocht, geloof ik. Dan is dit onze werkruimte. Dat is vergeleken bij de rest van de ruimte niet zo heel groot. Maar groot genoeg voor ons. We 3D printen alle producten en we spuiten het hier in onze spuitcabine, even een leuk kleurtje. Je kunt gewoon eigenlijk een bijna echt lijkend product aan je klant geven. Ja, dat verkoopt toch altijd even beter. Het is eigenlijk best wel snel gegaan hier in Amerika. Ik ben in mijn eentje aangekomen en ik heb nu 3 man voor mijn werken en nog op zoek naar meerdere mensen. Dus ik had ook nooit zo snel kunnen groeien als dat ik in Nederland was gebleven. En dat komt in eerste tijd ook door de wetten hier. Ik bedoel, kan iemand een vast contract aangeven, maar ik kan ze morgen ontslaan. Dat soort dingen hebben het voor mij wel makkelijk gemaakt om mensen aan te nemen. Hoe ben ik in New York terechtgekomen? Ik ben mijn nu vrouw tegengekomen in Milaan en zij woonde al hier. Ik woon in Eindhoven. Het was of zij kwam naar Eindhoven of ik ging het avontuur aan en ging naar New York. En dat laatste is het geworden, denk ik. We zijn nu in Greenpoint, een kleine wijk in het noorden van Brooklyn. Ja, hier wonen wij inderdaad al 8 jaar. We zaten op dezelfde school, Design Academy. Maar we kennen elkaar echt vanuit Milaan. Toen we beide afgestudeerd waren en ik was hier in de VS. En toen is het heel snel gegaan allemaal. We zijn heel snel getrouwd omdat we bij elkaar wilden zijn. Ik moest toch hier een vergunning krijgen om te blijven wonen. Dus hebben we het maandagochtend op het gemeentehuis in Eersel gedaan. We kennen daar de burgemeester toevallig. En maandagochtend is het gratis. Met daarna worstelbroodjes en champagne voor de naaste familie. Maar uiteindelijk hebben we wel een feest gehouden hier in Amerika. En ja, je trouwt niet zomaar. Een hele moeilijke vraag of ik hier zal blijven. New York is niet een stad waar je ook oud in kunt worden, voor ons gevoel. En op een gegeven moment zullen we toch ergens een keer een keuze moeten maken. En dat zal geen makkelijke zijn.